Ik voel me goed eigenlijk. Dat is zot om te zeggen, maar dat is een feestje in je hoofd. Ik denk dat ik ook niet meer ga stoppen met boksen. Dan ga ik misschien zelf gaan kickboksen. Je kunt wel goed technisch proberen boksen, maar als je echt een harde slag krijgt, recht in je gezicht, dan zeg je gewoon even, op het moment dat je daar in die ring staat, zijn er geen vriendinnen. Hè. Dat is gewoon, dat is ook het spel. Ik had het gevoel dat we ook echt serieus aan elkaar gewaagd waren. Dus. Ja. Ik vind Kamal een heel fijne gast. Wij drinken af en toe wel eens koffie samen. En dat gaan we nu volgende week even niet meer doen. Gewoon om zo de vijandigheid wel op te bouwen. Ik ga dat blijven doen. Zeker als het bij Daniela is, dan ga ik zeker blijven trainen. Helaas kunnen we Hans van Alphen niet interviewen, want zijn schouder ligt uit de kom. Maar we hebben eventjes met zijn dokter gesproken. Er moet eerst nog onderzoek gebeuren. Maar we weten al zeker dat er 6 weken revalidatie hem te wachten staat. Dus veel beterschap, Hans.